De leden van de werkgroep roofvogels zijn begaan met het lot van de dieren die bedreigd worden door klemmen, gif en al te enthousiaste jagers. Maria Quist volgt al 10 jaar de overlevingsstrijd van de vogels in Drenthe. Ze heeft nogal wat voor haar kiezen gekregen, vooral omdat de jagers niet graag naar haar willen luisteren. Al in 1936 is in een wet vastgelegd dat roofvogels in Nederland beschermde dieren zijn. Toch verschijnen er regelmatig berichten in de pers over gedode vogels. Maria probeert elke keer weer om de jagers met de neus op de feiten te drukken. Wij doen ons deel. Wij wijzen aan, jongens, daar is er wat mis. Houd dat eens in de gaten. En dan komt een kanje vee. En in plaats van dat jullie erop inspelen, gaan jullie het ontkennen. En je zegt, ach Maria, het zijn er maar zoveel van de jagers. Dat is zoveel. Dit jaar heeft de politie volgens de werkgroep al 15 keer een procesverbaal opgemaakt tegen een jager die zich schuldig zou hebben gemaakt aan de jacht op roofvogels. De jagersvereniging heeft meer dan 2000 leden. In hun verenigingsblad wordt met geen woord gesproken over de jacht op roofvogels. Dit is in Buizert en ik werd vorige week zondag gebeld door een asielhouder. En die zei dat twee wandelaars die hadden een Buizert gevonden en zijn poten waren helemaal kapot. En ze dacht dat hij in de klem had gezeten, het was inderdaad dus waar. Die Buizert leefde nog. Die asielhouder heeft hem uit zijn lijden verlost. En enfin, dit is dus een voorbeeld wat er gebeurt met die dieren. Je ziet hoe gruwelijk het eruit ziet. De beest heeft verschrikkelijk geleden. Ze zijn niet gelijk dood. Heeft waarschijnlijk een dag heeft hij vastgezeten en heeft steeds geprobeerd zich los te wringen. Totdat zijn botten helemaal en zijn poten helemaal gebroken zijn. Roofvogels zijn onze natuurlijke jagers. He? En we hebben ook nog hobbyjagers in Nederland. En hobbyjagers, dus de jager, Nederlandse jager, die zien roofvogels vaak als concurrenten. En die vinden het heel erg moeilijk te verteren wanneer een roofvogel wanneer die een patrijs pakt of een verzand of een konijntje. En dat gebeurt, zonder meer. Nou, die zien dat dus als concurrentie. En veel jagers die denken, nou ja, het is niet anders. Maar er zijn er ook gesteld die zeggen, wat verdikken. Daar gaat weer zo'n rover, die gaat eraan. Want die haas, die buit, die is voor mij bestemd. Nou ja, en dan blijft het niet bij boze blikken alleen, dan pakken ze een geweer of de gifzak of een klem. En dan krijg je dus dit soort moordpartijen. De roofvogelwerkgroep Nederland stelt dat afgelopen weken een massale slachting heeft plaatsgevonden onder roofvogels. Met kogels, klemmen en vergiftigd aas. De werkgroep ziet een verband met de nieuwe flora- en faunawet die wordt ingevoerd. Een wet die veel verzet heeft opgeroepen bij de jagers. Maar afgezien daarvan, wie is nu de dader? De jagers zullen het nooit zeggen dat ze doen. Die zeggen altijd, roofvogels zijn nuttig en wij doen dat niet, de stropers zijn het die het doen. Maar ze kunnen dat niet meer langer zeggen, want het is afgelopen jaar zijn er 6 mensen veroordeeld. Plus dat er weer procesverbaal opgemaakt is tegen diverse mensen. En allemaal afkomstig uit de jachtwereld. Ze hebben gigantische oogkleppen op. Ze moeten nu echt een beetje binnen de eigen gelederen de zaak op orde gaan stellen, want anders kunnen ze wel schudden. Het is toch ongelooflijk hoe mensen met dieren omgaan. Zo'n stukje schoonheid, dat ze dat vernietigen. Dat daar iets aan gedaan moet worden, dat zal volstrekt duidelijk zijn. Maria, wat doen jullie dan? We zijn onlangs een campagne gestart. Stop de moord op roofvogels samen met natuurmonumenten en vogelbescherming. We hebben een brief aan de minister van Landbouw gestuurd met 3 punten. Meer geld beschikbaar voor het doen van onderzoek naar doodsoorzaken van vogels. Op de tweede plaats strengere straffen voor mensen die roofvogels doodmaken. En op de derde plaats geen jacht meer, dus waar dus niet meer gejaagd worden door jagers in natuurgebieden. Alle meldingen komen hier binnen, dus we kunnen toch wel aardig inschatten wat er misgaat. En het gaat om hele grote aantallen. Die gevallen van vervolging, dat zijn geen incidenten. Er is echt sprake van structurele vervolging in heel Nederland, op grote schaal. Maar we zijn beslist geen anti-jachtclub. Wanneer mensen willen jagen, het is een legale sport, dan moeten ze dat doen. Prima. Maar ze moeten zich wel aan de wet houden. Dat wel. En doen ze dat niet, dan krijgen ze onze hete adem in de nek. Dezelfde doelstelling als mevrouw Quist. Wij willen graag die roofvogelvervolging beëindigen. Als dat gelooft u niet? Daar geloof ik helemaal niets van. De KNJW wil verschrikkelijk graag een convenant met ons sluiten. En dan kom je af en toe bij elkaar en dan gewoon aardig zijn tegen elkaar. Maar wij zijn er niet voor de jagers, wij zijn er voor de roofvogels. Kijk, en dat bevalt de KNJW niet dat we elke keer weer met nieuwe feiten komen, met nieuw bewijsmateriaal tegen de jagende mensen. Volgens in Nederland is juster telefonisch bedriegen. De landelijke coördinator werkgroep Roofvogel Nederland kreeg van alles naar haar holle slingeren tijdens een anoniem telefoongesprek. Ze wies het toe dat ze de opnamefunctie van haar antwoordapparaat omzette. Op deze wijze had ze het hele telefoongesprek opnaam. Wij zijn dus actie aan het voeren tegen de vervolging van roofvogels.
En dit was een meneer die duidelijk een grote hekel had aan roofvogels. En nou ja, dat projecteren ze dan ook op mensen die daarmee bezig zijn, hè? Dus vandaar dat ik de volle dag kreeg. Ik zal het even laten horen. Nou, doe het weer verkeerd. Sorry, wacht. Ja, wij komen op voor de vervolging van roofvogels. Ja. Maak de haren en kippetjes op, die verscheuren ze. Hoe vindt u dat? Ja, ik denk dat u dan beter de kippetjes achter het gaas kunt zetten, hè? Ja. Maar en met wie spreek ik eigenlijk? Maar ze kunnen u beter ophangen. U moet maar zeggen wat we dan zouden de ramen zijn domen. Vies, smerig, vuil, kutwijf. Hallo, kunt u nog een keer herhalen? Schrok u niet? Nou, ik wist wel dat dat een keertje zou kunnen gebeuren, want er zijn wel meer medewerkers van ons bedreigd. Maar als je dat zo hoort, kijk, het is natuurlijk veel leuker als mensen aardige dingen tegen je zeggen, hè. Maar wat belangrijker is, is dat je gewoon dat idee wat veel mensen nog hebben over roofvogels, dat je dat wegneemt. Het zijn roofvogels, ze hebben kromme snavels, ze zien er gevaarlijk uit, ze eten konijntjes, ze eten zangvogels. En er zijn veel mensen die denken dat dat gewoon schadelijk is, dat dat slecht is. Maar dit is al lang bewezen, dat is gewoon niet zo. En dat moeten wij proberen duidelijk te maken, dat wat die roofvogels doen wanneer ze konijn eten, wanneer ze vogel eten, dat het helemaal niet verkeerd is. Ze hebben een rol in de natuur, een belangrijke selectierol. Dus die dieren doen helemaal niks verkeerd wanneer ze wat op. Het zijn geen moordenaars. Nou, dat moet je overbrengen. Nou, wat wij nu doen als werkgroep Roofvogels Nederland is heel veel vertellen over die roofvogels. We wijzen erop hoe belangrijk ze zijn en wat hun taak is in de natuur. Daarvoor hebben we een tentoonstelling, we hebben filmpjes gemaakt, onder andere een film speciaal voor kinderen met een lespakket erbij. Voor scholen dan? Ja, zeker. We kunnen scholen bij ons aanvragen. Nou, bedankt Maria. Onlangs is een jachtopzichter veroordeeld of een jager veroordeeld voor het doodschieten van een buizerd. Mm-hmm. Vroeger werden ze vrijgesproken, want dan zeiden ze, oh sorry, we dachten dat het een kraai was. Mm-hmm. Oh, dacht u dat meneer? Nou prima, dan gaat u vrij uit. Maar tegenwoordig is dat niet. We hebben geprobeerd samen te werken, we hebben jaren gepraat. We kennen elkaar wel goed, we weten wat we aan elkaar hebben, we weten wat we niet aan elkaar hebben. Maar? En het is inmiddels duidelijk, we hebben volstrekt verschillende doeleinden. Wij komen op voor die roofvogels. De KNJV die probeert zijn blazoen zo schoon mogelijk te houden. Dat hoeft verder niet zo'n probleem te zijn wanneer je elkaar ergens kunt vinden. We hebben in Nederland natuurlijke jagers en hobbyjagers. En natuurlijke jagers, dat zijn onze roofdieren. Predatoren worden ze ook wel genoemd, die leven van andere dieren. Onder andere fazanten, konijnen, hazen en dergelijke. En we hebben in Nederland ook hobbyjagers en die schieten op die dieren voor de sport. En die zien die roofvogels en roofdieren als hun concurrenten. We willen dat de mensen zich aan de wet houden. Maar dat zit zo diep, die haat tegen roofdieren, dat is onvoorstelbaar. Dat gaat heel ver. Politiemensen die krijgen zo verschrikkelijk veel gevallen voor hen. Dus ze kunnen niet overal allround zijn. Nou, die kennis is er bij ons wel. En met alle plezier willen wij dat overbrengen aan die politie. Want die hebben wij ook nodig om die gevallen, om die mensen op te sporen die zich vergrijpen naar roofvogels. Ja, het is wel treurig. Ja, we krijgen nu zo'n beetje de cijfers binnen van de afgelopen jaren. En daar word je niet vrolijk van. Nee, en dit is één methode, dat je moet proberen om te zien wie doet het en dat die man inderdaad het proces verbaal krijgt. Het is ons echt niet te doen dat de koppen moeten rollen of zo, maar we willen gewoon dat die mentaliteit anders wordt en dat kost tijd. De werkgroep Roofvogels Nederland traint politieagenten in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland op het herkennen van roofvogels. Vandaag lieten twee jonge buizerds zich gewillig aan de cursisten zien. Wij zitten in het veld. Wij treffen allerlei dode dieren aan, waarvan een groot gedeelte vermoedelijk door mensen moedwillig om het leven is gebracht. We hebben geen opsporingsbevoegdheid, dus we komen altijd weer terecht bij de politie en de algemene inspectiedienst. En wanneer we daar aankomen, en er komt geen goede follow-up, hè, om zomaar eens te zeggen, die mensen weten niet wat te doen en ze doen het niet op de goede manier. Nou, dan houdt het daarop. Zie, en dan krijgen we die daden niet te pakken en dan weten we nog steeds niet wat er precies gebeurd is. En wanneer de politie gemotiveerd is en wanneer ze betrokken is, en dat krijg je zonder meer door middel van deze cursus, wanneer ze mee het veld innemen en zo, dan zie je dat dat de bereidwilligheid groter wordt en dat ze gewoon weten wat er gedaan moet worden. Er is al zo verschrikkelijk veel verdwenen uit Nederland. Zoveel natuur, zoveel moois. Er wordt zoveel opgeofferd voor geld en voor economische belangen. We moeten gewoon ontzettend zuinig zijn op het beetje wat we hebben, vind ik. En roofvogels, ja, ze zijn niet knap of zo. Ze kijken een beetje zo, maar ze zijn wel heel aandoenlijk. En ik vind ze prachtig. Het zijn de laatste roofdieren bijna die we nog in Nederland hebben. Nou, die moeten niet verdwijnen. Die moeten niet weg. Daar moeten we allemaal ons best voor doen.